En voor mensen met een beperking is het trouwens niet altijd gemakkelijk om een museum te bezoeken. Rondleidingen op maat zijn meer dan wenselijk. De kunsteducatieve werking Museum in Oostende heeft nu rondleidingen en een visioguide voor mensen met een auditieve beperking. En ze hebben ook een bas-relief van een werk van Leon Spiljaard voor mensen met een visuele beperking. 3 december is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Zij kunnen vandaag in museum een werk van de Oostendse kunstenaar Leon Spiljaard betasten. Naast het werk op papier staat een bas-relief van de Duizeling. Kunstenaar Luc van Zoon die heeft het werk gemaakt, heeft daar 4 maanden aan gewerkt. En heel wat mensen met een visuele beperking in betrokken. De bedoeling is om de mensen echt wel het gevoel van de duizeling mee te geven. Ook het verschil tussen donker en licht, want relief en gladde stukken in het werk zijn ook voelbaar. Trap. Op de trap, ja. Hier heb je weer een ruw stukje. Ja. En hier is weer nat. Nat. En wat voel je hier? Benen. Het is de bedoeling om het werk hier permanent tentoon te stellen. Verder zijn er ook nieuwe rondleidingen voor mensen met autisme en mensen met een auditieve beperking. Voor de individuele bezoekers met hoorproblemen is er een visioguide. Dove mensen kijken wel graag en willen volgen wat er te zien is. Maar zo'n gids, een andere gids, volgen in groep, dat is moeilijk. Ze doen het liever zelfstandiger. Hebben ze het van de eerste keer niet begrepen, dan kunnen ze terugspoelen. Dan kunnen ze kijken naar een herhaling. En het is in hun eigen moedertaal. Dus ze voelen zich echt verbonden met het verhaal en met het museum. Voor muziek zorgt de band Dreun van Tordalen in Torhout. De educatieve werking Museum stapte 2 jaar geleden in het Europees project Tandem, waarbij ze informatie uitwisselen met andere Europese musea over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. We zijn nu ook gestart voor mensen met dementie. Hoe kunnen we een museum aantrekkelijker maken en beter toeleiden voor die mensen? En er zijn ook nieuwe rondleidingen voor mensen met een mentale beperking. Na de rondleiding kunnen ze zelf aan de slag.